Ik heb hier de Teufel Blue NC. Een koptelefoon met blue in zijn naam. Maar eigenlijk is het niet eens blauw van kleur is. Wil je weten hoe deze Blue NC presteert? Ik zou zeggen, blijf lekker kijken. Dus dit is de Teufel Blue NC. Een 150 euro draadloze koptelefoon met noise cancelling functie ingebouwd. Het gehele design straalt kwaliteit uit en heb je niet te veel poespas op de koptelefoon zelf zitten. De Blue NC zit comfortabel op je hoofd en dat is mede mogelijk gemaakt door de goede hoeveelheid foam dat op de oorkussen zit en ook op de hoofdband zelf. Ook zitten de oorkussens om je hele oor heen en rusten de kussens niet op de helft van je oren, wat sommige koptelefoons dan wel eens doen. De oorschelpen kan je heel compact opvouwen. Of plat op je borst dragen. Oh, ik heb een kitmon. Hold up. Zo, wat echt een must is voor mij met draadloze koptelefoons. Ze is soepel. Verder krijg je nog een soft case erbij. Die ook lekker stevig is. En is het ideaal om mee op reis te mee te nemen. Ook in de soft case heb je een klein zakje zitten. Met een 3,5 mm kabel met inline bediening en een microfoon. En een vliegtuigadapter. Blijkbaar noem je het zo, ik noem het altijd gewoon een splitter. Op je linker oorschelp zit alleen een active noise cancelling switch en op je rechter oorschelp zit nog een aan- en uitknop, een bluetooth pairing knop, een micro usb oplaadpoort. Ik had hier zelf toch liever wel een usb-c aansluiting willen zien, maar goed, dat zit er niet op. En een 3,5 mm ingang. De micro USB poort en de 3,5 mm ingang zitten wel onder een rubberen plugje, wat ik best wel irritant vond en ik heb deze ook meteen verwijderd. Ook kan je bij de rechter oorschelp gebruik maken van tussencontroles. Je kan dus door middel van een aanraking in het midden van een koptelefoon de muziek pauzeren en starten. Langdurig in het midden aanraken activeert de Voice Assistant en als je het volume wil veranderen moet je swipen van het midden naar links of rechts toe. En als je bijvoorbeeld een liedje wil overslaan, nou ja, dat kan dus door middel van midden aanraken naar boven en onder te swipen. En wat vind ik dan van de touch controls? Algemeen moet ik wel toegeven dat de touch controls wel verschrikkelijk vind. Vaak had ik dus dat als ik bijvoorbeeld mijn volume wou aanpassen, dat ik per ongeluk de muziek pauzeerde of dat ik weer de Voice Assistant voor de duizendste keer weer activeerde. Ik snap de keuze wel van Teufel om een touch controls te gebruiken. Dit behoudt natuurlijk de mooie strakke look in plaats van een clutter van allerlei knopjes erop te zetten. Maar het liefst had ik toch wel fysieke knoppen willen hebben, omdat ik het dan nooit misdruk of wat dan ook. Maar ja, een mooi uitziende koptelefoon kan natuurlijk nog steeds best wel matig zijn in geluidskwaliteit. Dus hoe zit het nou? En ik kan zeggen dat je er absoluut van kan genieten. Er is een mooie hoeveelheid bas aanwezig die niet de mids en de highs belemmert. En het geheel klinkt eigenlijk best wel fantastisch. Het is een waargenot om deze koptelefoon op te hebben met muziek. En eigenlijk kan ik ook wel zeggen dat het precies is zoals ik het wil hebben. Het is precies een genoeg bas en het klinkt gewoon super. Maar mensen die de audio nog verder willen tweaken, zullen hier helaas geen geluk mee hebben. Je hebt geen app of een equalizer wat je dus kan aanpassen, wat toch wel een beetje jammer is. En dan gaan we nu even kijken naar de Active Noise Cancelling functie die op de koptelefoon zelf zit. En daar word ik ook wel weer een stukje vrolijker van. Van zichzelf isoleert de koptelefoon al aardig goed en kan ik zelf zonder noise cancelling goed focussen op mijn muziek. Maar eenmaal als je de Active Noise Cancelling aanzet, hoor je echt niks meer. Althans, toen ik in de trein zat en de Active Noise Cancelling aanzette, hoorde ik de trein niet meer. Dus voor mij werkt het echt top. Dan de microfoon. Je hebt dus een microfoon op de koptelefoon zelf. En je hebt er ook nog eentje in de 3,5 mm kabel. De microfoon op de koptelefoon zelf klinkt oké. Je hoort wat er gezegd wordt en daar blijft het ook wel een beetje bij. Maar eenmaal wanneer je 3,5 mm kabel inplugt, hoor je echt een wereld aan verschil. En ik was hier echt verbaasd over hoe goed de microfoon dus klonk. Je zou dit zelfs nog gewoon voor opnames kunnen gebruiken en het klinkt gewoon echt goed. Weet je, ik laat je gewoon wel de volgende audiofragmenten even horen. En dit is dus de Bluetooth microfoon op de koptelefoon zelf. En ik moet eerlijk zeggen, als jij waarschijnlijk een conferentie hebt in Teams of wat dan ook, gebruik dan de kabel die erbij komt en plug die in je laptop. Want
Je geluidskwaliteit gaat daarmee zoveel beter van worden. Maar hoe het klinkt allemaal, dat hoor je dus zometeen hierna. Maar voor nu, het is, je verstaat me wel, maar niet het meest denderende geluid. Dit is de microfoonkwaliteit van de audioplug die er dus bij komt bij de headphone zelf. Er zit dus nog een kastje tussenin die dus ook een microfoontje bevat. En dit is dus de kwaliteit wat je daaruit haalt. En om heel eerlijk te wezen is de kwaliteit echt fantastisch. Ik heb hier echt helemaal niks op aan te merken. Het is gewoon top. Je hebt geen ruis op achtergrond of wat dan ook. Klinkt gewoon goed. Stukken beter dan je zou hebben met je koptelefoon zelf alleen. En dan het laatste onderdeel. De batterij. De Blue NC gaat 60 uur mee op de 3,5 mm kabel met noise cancelling geactiveerd. Hij gaat 30 uur mee op Bluetooth zonder active noise cancelling en 23 uur met Bluetooth en active noise cancelling. De duur van de batterij zal dus uiteraard een beetje wisselend zijn op de manier hoe jij het net gebruikt, maar ik kan zeggen dat hij wel flink wat uurtjes meegaat. En ik vind het gewoon wel een dikke prima. En wat beoordeel ik nou de Teufel Blue NC? Ik beoordeel de Teufel NC een dikke 2,5 ster van de 3. En jij vraagt zoals altijd weer af waarom? En ik zeg ten eerste, de koptelefoon zit echt comfortabel. De audio-kwaliteit is gewoon super. En er zit een mooie hoeveelheid bas in die niet de mids en de highs aantast. Wat ik dus echt fijn vind. Batterijleven is ook keurig en de microfoon die inline zit met de 3,5 mm kabel klinkt echt fantastisch. Het enige waardoor ik het toch niet echt de volle 3 sterren kan geven is gewoon de touch controls. Ik heb liever gewoon fysieke knoppen, zodat ik precies altijd alles goed voor elkaar krijg. Ik heb gewoon te veel gedoe gehad met de touch controls, waardoor ik uiteindelijk alles toch ging besturen met mijn mobiel. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Zelf zou ik de koptelefoon door de onhandige touch controls niet kopen, omdat het gewoon de irritatiefactor voor mij te groot is. Maar als jij zegt dat maakt mij toch niet uit en mij lukt het wel die touch controls, dan zou ik zeggen, dan kan ik deze koptelefoon jou zeker aanraden, want de rest naast de touch controls zijn echt gewoon geweldig. En dat was dus mijn video en mijn beoordeling. Dus wat vond je ervan? Doe een duimpje omhoog. Vond je het behulpzaam? Duimpje omhoog. Vond je het leuk, duimpje omhoog. En ik zou zeggen, abonneer voor meer. Heb je nog enige vragen, zou ik zeggen, reactie kan hier beneden gezet worden. En dan zie ik je wel weer terug in de volgende video. Hey, tot de volgende keer maar weer. Hey, joe, hey, joe.